Jaha, dames en heren, een nieuwe Filmfabriek video. En dit keer in het nieuwe pand, nieuw kantoortje. Hey Geert, geef me 5-5, man. Yeah, bro. Zoals je ziet, het ziet er heel karig uit. Maar vandaag gaan we wel gewoon een nieuwe Hashtag Film Review opnemen. En dat is dit keer Ron Goossens. Zeg dan. Ik heb geen idee, man. Low budget stunt, man. Klinkt nog een beetje hol en galm. Hallo? Het is koud, 15,5 graden, maat. Goed, Stefan Haars en Flip van der Kuil, de makers ook van onder andere New Kids, wisten wederom een compact filmpje af te leveren, namelijk Ron Goossens, low budget stuntman. Allereerst, waar gaat het over? We hebben Ron en die gaat met een chick. En die chick, ja, ik ga daar niet te veel over vertellen. Er is een situatie waarin zij samen terechtkomen. En die chick tegen Ron zegt, luister pik. Nou, dat zeggen ze niet in Brabant. Schatje! Ja, je gaat verder met... Dat is Vlaams. Stop. Oké, we gaan het niet moeilijker maken dan het is. Het vriendinnetje zegt tegen Ron, luister, als jij boommaarten weet te fixen, dan blijf ik nog bij jou. En de enige manier hoe Ron Goossens dicht bij boommaarten, de actrice, kan komen, is door een hele gekke stunt uit te halen en daardoor in de picture te komen bij een nogal loesje manager die in Ron de perfecte low-budget stuntman ziet voor elke filmset. Nou, dat gezegd hebbende, Ron die komt dus op elke filmset en probeert Bo Maarten in het bed te krijgen. Het doel voor Ron is heel duidelijk, namelijk de meest onbereikbare chick toch te bereiken en daarmee het bed in te duiken om vervolgens zijn vriendin terug te krijgen. Oké, de eerste reactie. Ik vond hem niet net zo grappig als die New Kids films. Hij is wel bijna even plat. Maar hoe komt het dan dat ik hem dan niet zo leuk vind? Zoals de vorige. Aan het einde gebeurt er iets waardoor je denkt, ja maar wacht even, wat is nou het doel van jou? Wat wil je nou bereiken? Waardoor je eigenlijk eerder in een teleurstelling zit, dan dat je dacht bij jezelf, oh ja. Maar wat echt geniaal is in deze film, zijn toch wel die kleine woordgrapjes. Ik heb ze opgeschreven, in plaats van Jack Daniels, Jeff Genitals. Ja, ik heb het gezien, ik kon erop lachen. En de filmtitels waarin Ron Goossens meedoet als low budget stuntman. Straight Outta Alpha, Bakito's Revenge, De Damschreeuwer, 12 Years a Pete. Dikke props voor dit, want ik heb echt stuk gelachen om die titels. Ja, en verder wat ik echt geweldig vond was Paula, die uit Sesamstraat. Die heeft op een gegeven moment iets met Tycho Gernand in die film, dat ik echt denk, oké, nice. Ik bedoel, ik ken Paula als gewoon een hele vriendelijke vrouw die je gewoon eigenlijk altijd als moeder wilde hebben. Altijd vrolijk en alles. En nu zie je er eigenlijk gewoon half wegglibberend op de achterbank van een limousine met Tycho Gernand. Ja, dat denk ik bij mezelf. Ja, maar zo herinner ik mij Paula helemaal niet. En wie echt ook zeker de hele film stilt is Danny Christian. My gosh. Wat ik met deze film heb, het is een duidelijk verhaal, maar daardoor ook heel voorspelbaar en een beetje een gekke omwenteling in het einde. Het is wel grappig en het is wel vermakelijk, maar deze film valt of staat eigenlijk alleen, nou ja, hij staat heel wankelend, eigenlijk valt hij bijna, alleen maar bij de kleine woordgrapjes van die filmtitels, de regisseurs, de echte filmmakers die je in de film ziet en zich totaal niet serieus nemen, en de twee grote borsten van Bo Maarten. Dat zijn eigenlijk de enige redenen waarom je deze film zou moeten zien. Het is gewoon een heerlijke beunhazenfilm. 3 sterren. En voor de rest voel ik me echt heel sneu in deze ruimte. Kijk, dit is wat ik zie. Het is echt heel, echt een beetje skeer. Maar goed, hey, daar gaan we wat aan doen. We gaan hier een hele lijpe set maken. En volgende week heb ik voor jou een speciale video. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Het is geen review, maar het heeft wel met series te maken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Volgende week vrijdag 5 uur. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op de Filmfabriek. En dan gaan we even lekker klussen. Later.